Vandaag in de vlog ga ik Real Housewives of Amsterdam kijken met Bonnie. Ja, ja, ik ben maar de Real Housewife of Rotterdam. Ja, wow, als dat komt, dan zit jij erin. En hoor je die kerstbelletjes? Het is 1 december. Oftewel, ik mag een vakje openen. En Bonnie is het niet eens met mijn traditie. Dat is ook wel traditie. Nou, dat vind ik geen goed argument. Moet je niet aankomen. Oh, het is zo koud buiten. Iedereen heeft mutsen en sjaals en dikke jassen. En dan is het hier binnen ook best wel fris, vooral 's nachts als de verwarming uitstaat. Maar dan is het toch wel misschien wel het allerlekkerste ter wereld. Om dan 's morgens wakker te worden en bed uit te gaan, naar het toilet, verwarming aanzetten, even kaaien aaien. En dan een beetje zo bibberend weer onder een warme deken in het warme bed te gaan liggen. En nog één keer om te draaien. Echt, wat een luxe. Daarna wordt het helaas wel extra moeilijk om er weer uit te komen. Maar het is gelukt, alleen is het wel 10:30. En het is een mooie zonnige dag trouwens. Ik kreeg gisteren deze brief van Hilversum Mediastad. En het is een heel mooi stukje gemeentelijke communicatie. Misschien wel mijn favoriete soort communicatie. Het ging over de parkeervergunning. Geachte heer mevrouw, u heeft voor niet erg inclusief. Maar ja, u heeft voor het jaar 2023 één of meer parkeervergunningen. Ik dacht, ik heb toch geen parkeervergunning? Ik heb helemaal geen auto. Maar toen dacht ik, ik heb zo'n bezoekersvergunning. Dus dat vind ik super handig. Als mensen op bezoek komen, dan sturen ze me hun kenteken. En dan vul ik dan in op zo'n website waarvan ik iedere keer de naam vergeet die ik iedere keer moet googlen. En dan kunnen ze bijna gratis bij mij in de straat parkeren. En dan voel ik me super volwassen dat ik daar aan heb gedacht en dat voor ze heb geregeld. Dus ik heb inderdaad een parkeervergunning voor bezoekers. Die moet ik gaan verlengen. En dat kan op de website www.gemeenteportaal.nl/Hilversum/welcome in het Engels. Daar moet ik al om lachen, om die link. Die link is eigenlijk net iets te lang om in een brief te zetten. Hij is ook zo... blauwe letters en dan onderstreept, alsof je erop kan klikken. Stuur me dan een mailtje, dan kan ik er echt op klikken. Maar nee, dit moest ik dus overtypen. Nou, gemeenteportaal.nl/Hilversum/welcome. Site doet het niet. Gewoon, die site bestaat niet. Nog een keer lezen, gemeenteportaal. Ja, hoe kun je dat verkeerd spellen? Ik zou me wel goed kunnen voorstellen dat mensen welkom schrijven in plaats van welkom. En waarom moet die welkom er eigenlijk achter? Toen bleek dat die www. Die moest ervoor, anders doet die site het niet. Oké, www. Ervoor. Ik denk dat er al best wel veel mensen op dit punt zijn afgeraakt. Dan kom je op die website en dan staat daar... Alle informatie over parkeren vindt u op hilversum.nl/parkeren. Dat is gewoon een perfecte URL. Dat is gewoon, die kun je in de brief zetten. Die kun je overtypen. Daar kun je geen typfout in maken. Maar nee, dan doen ze gemeenteportaal.nl. www.gemeenteportaal.nl. Zijn ze Hilversum welcome. Ik naar hilversum.nl/parkeren. Staat daar, klik hier om uw vergunning te verlengen. Ga je weer terug naar gemeenteportaal.nl? En dan moet je inloggen met je DigiD. Love DigiD. Ik vind het een fantastisch systeem. Ik wou dat alles met de DigiD ging. En dan staat er, vraag de parkeervergunning of de verlenging op tijd aan voor 13 december 2023. Maar mijn vergunning loopt gewoon tot 1 januari. Dus als ik probeer die te verlengen, dan staat er, dat kan niet, deze is nog geldig. Dus ik kon helemaal niet de verlenging aanvragen. Dat zou pas kunnen vanaf 1 januari, maar het moet voor 13 december. Ik was bijna op het punt dat ik dacht, fuck it, laat dan maar zitten. Ja, ik had wat tijd te doden, dus ik dacht, ik ga ze bellen. Ik ga bellen met een bijzondere nummer, 14035. Dan krijg je een soort algemeen gemeenteantwoordapparaat aan de lijn. En die vragen, spreek na de piep in voor welke gemeente u belt. Terwijl je belt toch met 14035 is het kengetal van Hilversum. Hilversum. U spreekt met de gemeente Hilversum. Let op. Heeft u een brief gekregen over parkeren? Die kunt u als niet verzonden beschouwen. Alles was voor niets geweest. Blijkbaar hebben ze per ongeluk een verkeerde brief gestuurd. Of het systeem is nog niet klaar daarvoor. Er komt blijkbaar binnenkort een nieuwe brief aan. Ik denk echt, stuur me een mailtje, stuur me een sms'je. Stuur me een whatsappje. Maar niet een papieren brief. Kan je het weer bezoek van Ali. Ik noem hem Ali.
een soort Kai van AliExpress is. Let even niet op de rommel. Gisteren mijn vaatwasser ingeruimd, maar past ze allemaal niet meer. Ik was iets te lang gewacht. Nieuwe bloemen zijn er. Hoop dat er geen lelies tussen zitten dit keer. Die zijn super giftig voor katten, maar ja, vorige keer toen zat er een lelie bij, maar die was nog helemaal in de knop, dus die was helemaal niet uitgekomen. Dus die herkende ik helemaal niet als lelie. En toen was die uitgekomen, toen had ik er een shot van gemaakt. Toen zei iemand, dat is een lelie. Ah. Maar het gaat goed met Kai, behalve dat hij nu weer met zijn dubbelganger aan het bekvechten is. Koffie, maar het is 1 december. Oftewel, ik mag een vakje openen uit mijn adventskalender van Coffee Friend. Your magical journey of coffee starts here. Ja. Ik zie hem gelijk. Nummer 1. Oh. En wat zal het? Oh, het staat er op de buitenkant. Colombia Madeleine Supremo. Medium roast, smaakpalet, walnoten, cacaobonen en karamel. 24 gram. Dat is eigenlijk net iets minder dan ik normaal gesproken zet. Maar dat is prima. Ik heb er sowieso voorgenomen om iets minder koffie te drinken, omdat ik de laatste tijd voel me een beetje opgefokt. Een mooi goud zakje. Ziet eruit als een lekker boontje. Niet super veel geur. Of inderdaad iets van walnoot en een lekker zuurtje. Dat belooft wel wat voor de rest van de maand, gelukkig. Ik ga naar Rotterdam. Ik ga op bezoek bij Bonnie. Ik ben even vergeten wat precies de aanleiding ook weer was dat we gingen afspreken. Oh ja. Nou, vertelt Bonnie straks wel. Oké, ik ga fietsen op mijn niet-elektrische fiets. Ik ben in Rotterdam, eindelijk, want ik heb een kwartier vertraging, want er stond een paard op het spoor. Ik zie Bonnie al. Maar goed, ik ben er. Kan ik je wel knuffelen met je ribben? Ja. Oh, gelukkig. Getrouwd gezicht is dit zo, twee camera's. Twee camera's, ja, dan voelen we ons op ons gemak. Kaascroissant gegeten. Lekker. Ja, dat is heel lekker. En de tandoori salade was ook heel lekker. Ja, gek wel. Ja. Ik vond het toch een beetje alsof je een soort van avondeten op brood doet. Ja, een beetje. Maar dat heeft ook wel wat. Ja. En nu, waar ik eigenlijk voor kom. Niet voor mij. Maar voor de, zeg jij het maar. The Real Housewives of Amsterdam. Ja. Ja, ik ben maar de Real Housewife of Rotterdam. Oh, als dat komt, dan zit jij erin. Moet ik wel even een bierootje kopen. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja, je moet even allemaal dingen organiseren om een soort bohemian lifestyle uit te stralen. Ja, ik kan wel een soort dakterrasfeest geven of ja, zo. Ja, en dan ruzie maken. Ja. Dus we gaan Real Housewives kijken. Leuk. Hoeveel afleveringen zijn het? Er zijn er 7. Maar ik kom volgende week ook nog een hele dag naar jou. Oh ja. Dan kunnen we ook nog een stuk kijken. Oh, jij komt met kerst naar ons. Ja. Oh, zo, we hebben echt veel leuke dingen gepland. Heel leuk. Maar ja, volgende week kom je eigenlijk voor mijn operatie. Ja, ik heb er stiekem wel zin in. Ik vond het helemaal jammer toen ik ontdekte dat weet je waar het over gaat of niet? Ja, de operatie van de bult op mijn rug. Ja, dus ik, Bram zei zo, ja, ik ga niet onder narcose. Toen dacht ik... Jammer. Leek me zo leuk. Van die wartaal gingen uitslaan. Ja, dan kon ik het allemaal filmen. Ja, dat is waar. Maar ik weet niet zeker of het doorgaat. In verband met je... Ribben. Mm. Ik wil niet aan twee kanten pijn hebben. Maar je hebt nog een week, hè? Dat is waar. Het gaat nu echt veel beter dan 2 dagen geleden. Nou, dan gaat het over een week vast top. Ja, ik hoop het. En doet het heel erg pijn dan als je dat wegsnijden? Volgens mij niet. Nee, je wordt wel plaatselijk verdoofd. Maar ik bedoel meer dat daarna dat je dan met zo'n wond... op de achterkant loopt en mijn ribben op de voorkant en dan... En ook niet op je zijkant liggen. Ja, waar moet ik dan nog op liggen? Moet je in een soort... Moet je omhoog getakeld ja, worden. Ja. Nou, aan de slag. Ja, let's go. Verwend of verwaarloosd? Classy or trashy?
Deze heb ik zin in, lunch der leugens. Oh. Dus je bedoelde dat ik een leugenaar was? Niet weer. Gebruik je wel eens geweld? Wat is dit voor vraag? Ik begin een soort verhaal te vertellen en dan begin jij boring te schreeuwen. Het is gewoon één grote chaos. Je bent nu net een fistfight, doe maar normaal. Chaos. Jamila, je wordt niet gemist. Bonnie en haar man Nick hebben 2 katten, Poppy en Shaki. Dit is Shaki en Shaki is de enige kat op aarde die mij niet mag, normaal gesproken. Vandaag laat hij zich heel voorzichtig aaien. Wel, Real Housewife. Heel erg. Fijn weekend. Fijn weekend. Onze Vrijmibo. Oeh, lekker. Sorry, nee, het is al klaar. Zo, ik krijg een lekkere appelbeignet. Mijn vader bakt die wel altijd zelf met oud en nieuw. Ja, bemoederde oliebollen. Geen flap. Nee. Oh, en heel lekker. Ziet hij er dan ook zo uit? Iets meer houtje thuis. Iets meer, iets ambachtelijker. En we zijn nu bij, gaan we aflevering 3 ook nog kijken? Ja, lijkt me leuk. Lunch der leugens. Oh. Het is zo erg. Wat een afschuwelijke mensen. Of misschien zijn ze eigenlijk niet zo erg, maar worden ze zo doordat ze met elkaar in zo'n serie worden gestopt. Maar... ja, ik denk als wij in deze serie zaten. Zou het dan leuker zijn of zouden we ook zo worden? Dat zouden we denk ik ook zo worden. Ja, denk ik ook. Ja, echt erg. Ja, dan zie je ons ook de hele tijd vloggen bijvoorbeeld. Ja, dat is gênant. TikToks maken. Ja, want van de Jamila is inderdaad de hele tijd de shot als zij een selfie aan het maken is. Ja, ik doe dat de hele dag. Ja, maar het ziet er heel erg naar uit als iemand dat doet. Ja, hè? Ja. Ja. Nick heeft echt de coolste adventskalender die er is. Met allemaal boerderijspullen. Echt een BBB-kalender. Ja. Maar als je wil weten wat er allemaal in zit, moet je Bonnie's vlog even kijken. Sick! Moet je die wielen ook voelen? Helemaal, helemaal opgepompt. Voel die wielen? Oh, het is niet zo plastic. We hebben 4 afleveringen gekeken. Oh ja, we hebben 4 afleveringen van Housewives gekeken. Toen was ik helemaal... ik was die mensen echt gaan haten. Nou, dat wordt nog wat. Ja, maar als we straks weer even gestopt zijn, kan het wel weer even. Ja. Maar ze zijn zo onsympathiek. Ja, we gingen kijken wie van alle Housewives we zouden uitnodigen om hier te komen eten bij ons. Ja. Toen moesten we wel echt even denken, ja. Ja. Dat was Maria. Ja, die Maria is enigszins normaal. Ja. Ze zegt af en toe wel slimme dingen. En ook wel weer problematisch genoeg om wel weer grappig te zijn. Ja, ik denk dat we ons prima zouden vermaken met haar. Dat denk ik ook wel, ja. Neem je nog een kerstboom? Ligt helemaal aan Nick. Hoezo? Als jij zegt, ja, ik wil graag een kerstboom, dan heb ik zoiets van, let's do it. Als jij zegt, van mij hoeft het niet zo nodig, dan hoeft het van mij ook niet. Ik heb wel meer zin in dan vorig jaar. Hadden we vorig jaar een boom? Nee. Nee, je hebt vorig jaar gewoon helemaal oh, dat vond jij heel erg. Ja. Nee, ik vond het ook wel goed dat je gewoon, ik heb er geen zin in. Ik snap het namelijk wel een beetje. Ja. Ja, dat heb ik bij jou nu een beetje. Want ik was laatst met jou aan het bellen en toen had je het over, ja, dan moet ik over van kerstboom. Ja, het is aan de ene kant heel gezellig als die er staat. Met al die leuke dingen erin en ik heb echt mooie hangers. Maar het heeft ook iets heel treurigs dat ik dan zo in mijn eentje zo op de bank zit. Met mijn mooie boom en mijn gordijnen die vanzelf dichtgaan. Oh, dat vind ik helemaal niet. Dan zit ik echt zo, ja, voor wie heb ik die nou allemaal neergezet? Ja, voor mezelf. Oh, slingers ophangen, bro. Ja. Ja, maar ook en al je kijkers genieten er ook van. Ik zou je daar niet door tegen laten houden, meer door het gedoe. Maar je vindt het toch juist ook wel heel gezellig? Ja, het is wel echt gezellig. Ik denk alsof je het wel heel leuk vindt. Jawel. Het is ook wel traditie. Nou, dat vind ik geen goed argument. Moet je niet aankomen. ja, het is maar goed. Wat is het gedoe? Je kan een boom laten bezorgen tegenwoordig, dus dat is al geen gedoe. En... ja, maar dan je wil wel zien wat je koopt. Ja, dat is waar. Ja, maar jij moet wel heel kritisch bomen kopen. Volgend jaar kan je lekker met je eigen auto een boom halen. Ja, leuk. Oh, ik heb zo zin in dat jij... oh, dit wordt echt je nieuwe era. Dat wordt echt mijn nieuwe era. Je auto-era. Als het ooit gaat lukken. Ik heb nu al 2 weken, dus eigenlijk 4 weken mijn lessen afgezegd. Jo, je gaat toch pas in februari afrijden? Ja. Of maart? Maart. Oh, maar, okay, dus jij wil wel een kerstboom? Nou, dat weet ik ook niet hoor. Misschien. Want ik heb altijd zoiets van, kunnen we niet een klein kerstboompje nemen? Nee, dat heeft geen zin. Of een neppen? Nee. Het is wel gezellig als ik hier kerstavond kom vieren dat het een kerstboom is. Neem je eigen boom mee.
Bring your own boom. Oh mijn god, dat zou nou zijn. Zo bovenop de auto, zo, net als in zo'n film. Ja. Nou, ik zie hem wel verschijnen. Onze boom? Ja. Ja, bij die van jou ook? Ja, denk het wel. Of niet? Na Sinterklaas. Ik moet dit weekend nog even Sinterklaas vieren. Oh, ja. Ben jij er zo in? Ja. Echt? Doe jij echt loodjes? Of? Ja, we doen loodjes. Oh, wie heb je? Rianne, mijn schoonzus. Leuk. Ja. Weet je al van... Rianne Bosbeek. Ja, inderdaad. Weet jij van iemand wie heeft? Nee. Kan je dan niet stiekem aan je moeder vragen wie heb jij? Hoezo? Gewoon, vind je dat niet leuk om te weten van iemand? Nee, vind ik nooit zo leuk. Jij wil dat altijd graag weten. Ja, maar ontfutselen. Ik wil dan niet alles weten, maar wel iets. Oh ja. Als ik alles weet, vind ik het ook weer niet leuk. Nee, ik heb echt geen idee wie mij heeft. Eén keer. Nou, volgens mij heeft mijn moeder wel gevraagd, koop jij dit en dat? Want anders koop ik dat en dat. Want we doen ook nog voor iedereen verder één cadeau, volgens mij. En doen de kinderen ook mee met de loodjes? Nee, die krijgen gewoon van iedereen heel veel cadeaus. Oh. Ja. Maar misschien over een jaartje of twee wel. Nee, denk ik niet. Mag ik een gok doen wie jou heeft? Nou, is goed. Ik denk je vader. Zou je denken? Ja. Ja. Volgens mij, mijn vader is zeg maar Sinterklaas, dus die verdeelt de loodjes. Volgens mij heeft hij ook zo'n bestandje, of waarschijnlijk is het een kladblok, waar dan op staat wie de afgelopen jaren wie had, zodat hij niet ieder jaar hetzelfde hebt. Niet? Ja, denk het wel. Oh, dus hij weet wie heeft. Hij weet wie heeft. Doe je niet gewoon via loodjes? En hij schuift ook een beetje daarmee. Nee, hij is echt een beetje een soort maffiabaas met de loodjes. Ja. Dat is echt heel leuk inzicht. Ja. Nou, we hebben gezien wat voor verslagen die maakte bij jouw geboorte. Inderdaad, ja. Wie er langskwam, fles wijn. Ja. Maar even off-camera, zijn er dan ook mensen die nooit elkaar zullen hebben? Nee, ik denk dat hij probeert af te wisselen. Maar denk maar je dan... zei net dat sommige mensen elkaar nog niet krijgen. Ja, maar en misschien nou, volgens mij vond hij bijvoorbeeld, vorig jaar vond hij het dan voor Jelle wel prettig als Jelle mij had. Oh wat lief. Ja. Oh zo. Maar misschien vindt hij het ik ook bijvoorbeeld... Ik had een juice. Misschien vindt hij het bijvoorbeeld ongezellig als... hij en Joke elkaar hebben. Ja, dat denk ik wel, want dan kunnen ze elkaar niet helpen met het gedicht. Ja, dus misschien trekken zij nooit elkaar. Nou, ik denk dat zou heel goed kunnen, ja. Oh, wat ja. grappig. En ze vinden het natuurlijk wel leuk om voor ons iets te kopen, denk ik. Maar mag ik dat geboorteboek van jou lezen volgende week op? Dat is goed. Leuk. Ga je Sinterklaas met een olifant, toch? Stond ik? Hij heeft gigantische benen ook, stond hij toch? Ja, dat is Sinterklaas vieren. We gaan misschien even langs niks oma, maar niet iets met cadeautjes. Oh. Oké, dan ga ik nu naar huis. Doei. Succes. Oh, dan ga ik thuis nog even mijn adventkalender uitpakken. Ja, dat had dus je toch al gedaan? Blijf kijken. Nee, maar alleen maar koffie. Ik ben weer thuis. Het was super gezellig bij Bonnie en bij Nick in Rotterdam. Tot slot, mijn Pringles adventskalender, nummer 2. Ik zie hem gelijk. Wat zou erin zitten? Zou het een busje Pringles zijn? Ja, sour cream en onion. Misschien wel mijn favoriete smaak. En dan nu... Ja, wie hebben we daar? Oh. Oh. Kai mag een zakje van zijn adventskalender afhalen. En er staan geen nummers op. Ik weet niet waar je moet beginnen. Maar je moet jezelf maar even kiezen. Waar wil je beginnen? Links of rechts? Die? Oké. Okay. Kai heeft gekozen voor deze. Wat zou erin zitten? Kijk hoe nieuwsgierig deze dikke poes is. Nou. Oeh, dat is boffen. Oh, een kattensnack met CBD-olie. Is dat ergens goed voor? Geschikt voor stressvolle situaties. Nou zag ik dat Kai net weer ruzie aan het maken was met Ali... De buurtkat, dus misschien is dat wel stressvol genoeg. Dus je dat? Oh, nou, dat gaat er wel in. Ik kan niet... Oh, nou, rustig aan. Zo. Zo, die vindt hij heel lekker. Nou, dat was een goeie. Een heel goed eerste zakje. Dankjewel voor het kijken, ook namens Kai. Ik zie je graag morgen weer. Kijk maar even. Doei. Nog eentje dan. Woe. Goed zo. Oh, circuspoes. Ja, dat was het. Morgen weer verder. Oh, graag. Zo lelijk licht weer, hè? Ja, dat komt ook weer door mijn camera. Bij jou is het een mooie... Nou. Mij is alles oranje. Ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen.